Wel mondkapjes of geen mondkapjes, dat weet eigenlijk niemand meer. Maar hier in Den Haag heeft burgemeester Jan van Zanen in ieder geval het advies aan iedereen gegeven om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen. Dus dan zou je denken dat hier in de Tweede Kamer alle Kamerleden het goede voorbeeld geven. Waar is uw mondkapje? Goeie vraag inderdaad, die heb ik nog niet. Maar daarbinnen hoeft dat niet, hè? Ja, die heb ik. Ik heb ze wel thuis liggen, dus ik heb een hele meuk gekocht. Maar dan net vandaag vergeten mee te nemen. Ik hoef hier binnen nog geen mondkapje. Zodra die instructie wel komt, zal ik het uiteraard doen. Waar is je mondkapje? Ja, die heb ik nog niet op. U heeft hem aan. Als we dat moeten, dan... Ik heb ze op voorraad, dus ik kan ze... Ik kan in allerlei kleuren, soorten... We zijn anders Hugo even bellen. Nou, dat hoeft niet. Ik heb mijn eigen mondkapjes wel op voorraad. Ik vind dat iedereen dat zelf moet weten. Ja, dat is schandalig natuurlijk dat ik hem niet opdoe, maar ik heb hem wel. Gelukkig is het aan iedereen zelf om te bepalen of hij hem wel of niet draagt. Ik heb er heel veel respect voor dat u het gebruikt. Ik geloof dat ook de meeste maatregelen om 6 uur vanavond ingaan en niet nu. Ja, dus je bent een voorloper. Dat is ook niet erg. Ik ben de enige die zich erin houdt hier. Ja. Doe hem lekker op. Doe dat met ga ik me zo dadelijk even doen. Ja. Maar ik hou nog steeds anderhalf meter. Ik hou anderhalf meter afstand. Graag. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik zie heel veel andere parlementen bijvoorbeeld die wel de mondkapjes dragen als ze door de gangen lopen. Maar zodra mensen dan spreken in de zaal of zo bij een interview staan, dat het mondkapje dan even af mag. Ik heb er ook in meegenomen. Ja, zo werken ze niet. Nou ja, ik denk dat we daar ook naar over moeten gaan eigenlijk. Als je me heel eerlijk vraagt. Waarom geef je niet het goede voorbeeld? Want niemand loopt met een mondkapje. Nou, misschien ga ik dat wel doen. Misschien ga ik dat wel doen. Heb je wel een punt in. Ja. Goed voorbeeld moet je ook zelf geven. Belangrijkste vind ik, uiteindelijk gaat het niet alleen om wat we hier doen, maar om hoe het in de samenleving als geheel gaat. En als je dan ziet hoe het in de supermarkten gaat, dan is het risico gewoon te groot. Om nou in Nederland een algehele mondkapjesplicht af te kondigen, gaat mij wel net een paar stappen te ver. Maar het geeft ook namelijk best wel wat onduidelijkheid. Ik kan het nu al bijna niet meer verstaan door dat mondkapje. Moet ik nog harder praten? Ja, graag in ieder geval. Ik zei dat het geeft nogal wat onduidelijkheid. Ja. Dat je in sommige steden adviseren zet en dan, het is maar niet verplicht. Wat is het nou? Misschien moeten we één lijn trekken. Dat is een beetje met alle regels. Ja, nou dan zou ik ervoor zijn, als het te onduidelijk is, om overal gewoon het aan de mensen zelf over te laten. Over die mondkapjes, want dat is dan geen verplichting. Dan komt er een advies vanuit de burgemeester van Rotterdam, Den Haag hier ook. En dan zie ik hier in de Kamer bijvoorbeeld eigenlijk bijna niemand met zo'n mondkapje lopen. Heeft zo'n advies dan nut? Is het dan toch niet eerder tijd voor een verplichting? Ja, ik zie u ermee lopen. Ja, ik denk, ik geef het goede voorbeeld. Ik verwacht die 150 Kamerleden natuurlijk een beetje een voorbeeld geven. Ja, ik denk voor die mondkapjes lijkt mij de situatie helder. Er ligt een besluit van het kabinet. Die zien dat in bepaalde regio's dat toch een toegevoegde waarde kan hebben. Die toegevoegde waarde kan velerlei zijn. Dat is ook bij herhaling opgemerkt. Puur van de medisch-biologische waarde, waarbij natuurlijk ook met name afhangt van het type kapje wat je op moet hebben. En als ik u zo uw kapje zie, dan denk ik hij zit verkeerd om. Maar dat is... Er is ook nog een verschil in, ja? Jazeker, daar is een verschil in. Oké, ik ga het gelijk aanpassen. Ja, dus dat is wel belangrijk, hè? Dus dat je weet hoe je mondkapje gebruikt. Want anders kan je afvragen wat het effect is. Dus dat zijn allemaal aspecten daarvan. Ja, het kabinet weegt dat en komt tot dit advies. Ik vind het ook heel onduidelijk nu. Het feit dat we hier alle interviews hier er nu over gaan, laat wel zien dat het kabinet beter één landelijke lijn kan trekken. Maar dan is ook wel de vraag op welke momenten mag hij dan af en wanneer moet hij op? Ik wist dat een mondkapje in de trein verplicht is, dus in de trein zal ik hem dragen. Ik heb gehoord dat er een advies is om het in winkels te doen. Mij lijkt het publieke ruimtes. Mij lijkt het verstandig dat we dat dus ook met z'n allen gaan afdwingen. En misschien is het ook best wel verstandig als ik hem in de Tweede Kamer ga dragen. Dan zou ik overigens je cameraman er ook een geven, maar dat even terzijde. Heel scherp. Dankjewel. Maar die zit natuurlijk, die hoest altijd gewoon mijn camera vol. Dus en hij staat ook niet op 1,5 meter van je. Nee, maar hij is zelf maar al 2,5 meter. Laten we elkaar niet te maat nemen. Jawel. Laten we het samen doen. Jezus, nee. Echt, laat maar. Dit kan een kut. Echt. Misschien zijn zeg maar geluidsdichte mondkapjes ook wat voor Kees Verhoeven. Leek mij wel aardig. Wij hanteren dit al heel lang in de fractievergadering. Ja, dat snap ik. Je bent bijna van hem af, hoor. Je bent bijna van hem. Kijk, in winkels, in warenhuizen, daar lopen veel mensen rond. Daar wordt het advies wel dringend gegeven eigenlijk om dat te doen. Ik denk, ja, hier is toch eigenlijk ook een soort publieke ruimte met hoeveel mensen hier lopen. Bent u dat met mij eens? Ja, het zijn allemaal keuzes, maar uiteindelijk gaat het erom. Hè. Sta je op 1,5 meter.
Heb je geen klachten, dat u toch niet stiekem denkt, mijn neus is verstopt, ik doe maar mondmasker aan, want dan kunnen ze het niet zien. Dat soort dingen, dat maakt uit hoe dat uiteindelijk uitpakt. Maar met hoeveelheid mensen die hier lopen, zoveel Kamerleden, journalisten? Ja, als de afstand goed is, hè, en we zijn eerlijk over ons gedrag, met name dat we als er klachten zijn thuis blijven. De ventilatie is goed, dit is een open gebouw. Hè, dat zijn allemaal factoren die meespelen en die maken of je wel of niet tot zo'n afweging komt. Dus hier zou het nog kunnen? Ja, kijk, ik zie de meerderheid het hier niet doen. Dus, nee, niemand. En de enige die hem dan hebt, leeft er nog verkeerd op om. En dan verkeerd om. God, ja. Wat erg. Oké, nou mag jij, Dries. Alsjeblieft, dank u wel. Maanden geleden zei je, die mondkapjes hebben eigen genut. Het is altijd lastig in de politiek om op je fouten terug te komen. Ja, en terwijl in dit geval, weet je, het is een virus dat nieuw is. De wetenschap is er volop mee bezig. Het zou prima zijn om te zeggen, joh, wij zijn nog steeds niet overtuigd. Zeg dan, we doen het uit voorzorg. Je hebt in de crisis heb je voorzorgsbeginsel. Dat betekent ook als je niet 100% zeker weet of het werkt, maar het kan eigenlijk geen kwaad. En misschien helpt het, dan is het in zo'n crisis verstandig om te doen. Meneer Klaver, goedemiddag. Waarom? Oh nee, toch niet? Dag, met al die onduidelijkheid over mondkapjes. Ik neem het zeker voor het onzeker. Nou, dat had goed. Ik eigenlijk van u ook verwacht. Hartstikke en van de rest hoor. Nee, hartstikke goed dat je dat, dat je dat hebt. Niet? Waarom draagt niemand ze? Hier zo bedoel je? Ja. Zou je het hier willen op de gangen? Nou ja, ik denk of je nou in een warenhuis loopt of in het kruidvat of hier. Nou ja, hier mensen die langs elkaar heen lopen. Ik vind dat heel goed, maar hier lukt het eigenlijk heel goed om de anderhalve meter te houden. In de winkel, ik was net toevallig ergens, dan heb ik hem wel op. Dan wel. Ja. Maar, maar buiten heb ik ook een beetje het goede voorbeeld geven. Nou ben ik de enige hier. Loop ik helemaal voor. Ja, maar je ziet er goed uit zo. Dat een stuk knapper dan normaal. Eindelijk een keer een compliment. Je krijgt heel vaak complimenten als je ze verdient. Hoor nog een heleboel andere enge dingen. Hoog zetten. Ja, zo'n dingen als avondklok. Je krijgt er een best wel enge gedachten bij. Ja, verschrikkelijk. Moet echt, luister, Nederland op slot zetten weer. Nederland in een lockdown gooien. Dan maken we Nederland kapot. Dan gaat onze economie kapot. Het is nu al zo dat de horeca onevenredig wordt gepakt. Disproportioneel het voor haar kiezen krijgt. Weet je, nu, het gaat me niet eens of het om 10 uur, om 11 uur, weet ik wat dan ook. Maar er zijn relatief, op een aantal clusters na, zijn er relatief weinig besmettingen in de horeca. U weet, er zijn 15 miljoen horecabezoeken per week. In goede tijden waren dat in ieder geval nog 15 miljoen bezoeken. En er zijn, wat was het, 164 besmettingen of iets dergelijks. Dat is een promillage. En men betaalt daar nu een hele hoge prijs voor. Omdat die horeca, waarvan bijna de helft van de ondernemers al technisch failliet is, nog meer voor zijn kiezen krijgt. Ik denk ook dat die horeca gewoon kapot gaat. Er werken 500.000 mensen, 500.000 mensen. En dat gaat zo niet goed. Dus of je past die regels aan en je pakt die horeca aan waar het fout gaat. Of je compenseert die sector. Want anders hebben, ik zweer het u, in Nederland dadelijk geen horeca meer over. En noodklokken en avondklokken. Ik heb er allemaal hele enge en verkeerde ideeën bij. Dat moeten we volgens mij nooit doen. Het rare van deze crisis is, je kan beter snel, hard en duidelijk zijn. En daarna weer de vrijheid, dan hopen dat het meevalt. En dat is een beetje wat het kabinet heeft gedaan. Het is ook voor een groot deel aan het kabinet zelf te wijten dat we nu in de penarie zitten en klokken of avondklokken helpen helemaal niets. Ja, misschien een kanaaleiland. Daar helpt het in alle tijden.